Hey kijkers, Botlek TV, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afhankelijk van wanneer u kijkt. We zijn hier, ja, waar zijn we eigenlijk? Dan gaan we zo meteen gaan we dat vragen aan de eigenaar, de man hier van dit landgoed. En ook waarom we hier zijn. Ja, ik ben hier om gewoon lekker te spelen. We zitten vlak aan de kust. Dus ja, in plaats van kuilengraven door de Duitsers is deze Hollander bezig met gewoon emmertjes zand te maken en dijk versterken. Zo hebben we allemaal onze eigen kwaliteiten. Maar we gaan luisteren zo meteen. Waarom we hier zijn? Bent u nieuwsgierig? Ik ook. U ziet het misschien al. Achter mij één grote rode gloed. Een gloed van prachtige klaprozen. Ja, en dan prikkel je je handen als je dat ziet. Dan kom je langs rijden. Dan zet je je auto langs de kant. Want dan denk je van zo, dat is leuk. Neem een gratis bosje klaprozen mee naar huis. Nou, ik raad u aan dat inderdaad te doen. Dan houdt u stengeltjes over en heel uw auto ligt bezaaid met de blaadjes van de klaproos. Naast mij, Wouter Wijfwinkel. Hij gaat vertellen waarom dat zo is. Nou ja, dat heeft natuurlijk alles met de natuur te maken. Maar als je een bloem teelt en je hebt er niets aan, waarom doe je het dan? Wouter, goeiedag. Dank je wel dat wij op jullie prachtige landgoed, want dat is het in feite, ja, dat we hier mogen komen in deze wijsheid, groene wijsheid. Het is fantastisch mooi. Maar om daar alvast even mee te beginnen met die vraag. Wat doe je nou met klaprozen als je er helemaal niks aan hebt? Want het is toch wel bewerkelijk. Ja, nou ja, niks aan heb, maar in de vaas heb je er niet veel aan. Maar voor de zaadwinning, waar wij dan voor telen, daar is het weer heel interessant voor. Ja, deze bloemen die vormen zaden. Die winnen wij uit de plant en die wordt weer gebruikt in bloemenmengsels. Dat zaad. En dat is weer voeding, die bloemenmengsel, voor weer andere gewassen? Nee, dat is eigenlijk geen voeding, maar wordt bijvoorbeeld gebruikt voor bloemenmengsels in akkerranden. Die zie je de laatste jaren veel verschijnen. En dat is bijvoorbeeld een van de toepassingen, om akkerranden te kunnen zaaien. Ja, en dan rijst de vraag, en wat doe je dan met die mooie akkerranden? Ja, je blijft vragen. Nee, die zijn, dat heeft eigenlijk meerdere functies. Zeker een zijdelingse functie is voor het oog. Het is soms ontzettend mooi om te zien. Maar het is vooral voor de biodiversiteit. De akkerbouw, daar zie je vaak één soort gewas op een groot perceel. Weinig biodiversiteit, zo'n akkerrand, ja, van alles. En die zorgt voor dat de boel in evenwicht komt tussen natuur en akkerbouw. Maar nou heb ik me laten vertellen dat over een week of twee, het is nu 12 juni, dat de bloemen zijn uitgebloeid. Jullie hebben dan de zaadjes over. Maar waarvoor zou je nog hier naartoe komen? Om wat te eten, te drinken, gezellig. Maar dan is er toch niks meer te zien? Nou Joop, de vraag die je stelde over wat valt hier nou te doen als die klaprozen hier uitgebloeid zijn? Dan is voor die klaproos daar is bijna de taak volbracht. Dan gaan we het zaad winnen. Maar hier direct achter mij, daar zullen dan allerlei soorten bloemen in bloei staan. Plukbloemen, droogbloemen, snijbloemen. En die kunnen jullie dan mooie bosjes van maken. En meenemen naar huis. En als je zin hebt, kun je hier altijd een kopje thee of koffie drinken. Lekker appelgebak of wat dan ook. Dus dan heeft het eigenlijk weer een hele andere functie gekregen. Ja Wouter, ik ben redelijk ook biologisch onderlegd hoor. Want ik kan een verschil maken tussen bieten en margrieten. Ik heb het al even gezien, daar staan de bieten en daar staan de margrieten. Maar dan houdt mijn kennis op dat gebied ook wel een beetje op. Jullie telen nog veel meer dan alleen maar bieten, margrieten en bloemen, toch? Ja, ja. Ja, we hebben een redelijk uitgebreid teeltplan. Dat is ook goed voor de grond. Veel verschillende dingen. Dus wat je al zegt, de bieten en de margrieten. Daarnaast staat koolzaad. Dat telen we voor de oliewinning. En bijvoorbeeld tarwe. We telen al heel lang tarwe, maar sinds een paar jaar ook echte baktarwe. Waar dus ook brood van gebakken wordt hier in Nederland. Dat kan rechtstreeks naar de molenaar hier in het dorp? Nou ja, bijna rechtstreeks. Daar zitten nog wel weer een paar partijen tussen. Maar ik vind het wel ontzettend leuk dat dat ook gebeurt. En
dat het niet zomaar weer in het veevoer verdwijnt, maar dat het echt ergens naartoe gaat, dat ik het ook weet. En ja, dat zijn wel leuke dingen. Ja. Maar met zoveel verschillende soorten, zeg maar, producten, als ik het zo mag noemen, is er dan ook nog een zondag een rustdag? Of is het 7 dagen per week, misschien wel 8 dagen per week, dat je extra tijd erin moet stoppen om alles de grond in te stoppen en eruit te halen? Nou, het zijn vaak periodes. Nu is het een groeiperiode. Nu moet je het wel wat verzorgen, maar is de arbeidsintensiviteit niet zo hoog. Maar in het zaai- en oogstseizoen, ja, dan moet je er wel bij zijn als het goed is. Ja, ja, en dat doe je niet alleen. Het is een maatschap. Je hebt me al even buiten beeld verteld, achter het kerkje van Nieuwehorn, daar vlakbij, daar lag een stuk grond en daar is jouw opa ooit begonnen. Successieflijk hier naartoe is het gebracht. Heeft misschien met de N57 te maken, achter ons, die is aangelegd. Kinderen, iedereen werkt daar een klein beetje aan mee. Waaruit en uit wie bestaat die maatschap? De maatschap nu bestaat uit mijn vrouw en mij, Nanine en ik. En dat is nou denk ik alweer 10 jaar geleden had ik de maatschap met mijn vader. En ja, zo is dat eigenlijk van generatie op generatie gegaan. En ja, wij hebben 2 kinderen, 1 van 6 en 1 van 16. En wellicht dat zij ook eens een keer zullen zeggen van nou, goh pap, wat leuk. Ik wil dat ook wel eens gaan proberen. Hoe heten ze? Dat is, de oudste is Katelijne en de jongste is Feije. Nou, Katelijne en Feije, je hebt nog tijd zat om keuzes te maken. Maar als ik zo om me heen kijk, ja, vrijer kan je bijna niet zijn. Mooier kan je bijna niet werken. Maar dat is natuurlijk aan jullie zelf. Jullie bepalen je eigen toekomst. En ja, Wouter, zo ben jij erg misschien ingerold. Eerst nog eens ergens anders gekeken. Of heeft dit altijd jouw hart gehad om hier je werk van te maken? Ja, het heeft altijd wel mijn hart gehad, zeker. Lekker vroeten in de grond. Ik heb wel in de periode toen ik op school zat, vond ik andere dingen ook wel weer interessant om uit te vinden. En, maar ja, het agrarische is altijd wel diep blijven zitten. Ja. Ik wilde nog even toch terugkomen op dat plukken. Want ja, we hebben net uitgelegd dat het echt helemaal geen enkel nut heeft om hier even stiekem zo rond etenstijden. Je denkt, nou, de boer is aan het eten, ik snij wat bloemetjes af. Dat heeft dus totaal geen nut, tenzij je van stengelsoep houdt. Maar er is natuurlijk wel dadelijk een product. Je had het al over de snijbloemen, de plukbloemen. En dan mogen mensen hier gewoon via de hoofdingang naartoe komen. En ja, daarvoor mogen ze gratis plukken tegen een bepaalde vergoeding. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, ze komen hier aan en dan melden ze zich even bij meestal mijn vrouw. Die is er meestal. Of een paar andere mensen die er aan het werk zijn. Dan krijgen ze uitleg. Ze krijgen een knipschaartje en een mooi mandje. En dan kunnen ze de plukbloemen in. En dan kunnen ze zelf een mooi bosje creëren. En dan komen ze terug en dan betalen ze daar een bedrag voor. Hoe groter de bos, hoe groter het bedrag. En dan kunnen ze die nog even lekker in een vaat met water zetten. Nog even lekker een kopje koffie drinken als ze dat willen. En dan is dat, ja. Ja, vooral met een dag als vandaag, met zo'n beetje 28 graden geloof ik. Dan is dit ook een fantastische plek om even, als je van het strand afkomt, om dan hier langs te komen. Het strand ligt hier op een paar kilometer afstand. Of net misschien andersom in de ochtend, om dan wat bloemetjes te plukken. Maar ja, ik ben een stadsmens, een echte Rotterdammer. En dat heeft zo zijn voor, maar het heeft ook heel veel nadelen. Want ik hoor plukbloemen. Ik hoor snijbloemen. En als je hier binnenkomt, dan krijg je een schaartje. Zijn er ook knipbloemen? Nou ja, knippen of plukken. Het makkelijkst denk ik knippen. Maar je hebt wel verschillende soorten bloemen. Je kan bijvoorbeeld echt voor droogbloemen gaan. Dan die snij je en die droog je. En die kunnen heel lang mooi blijven. Maar je hebt ook echte veldbloemboeketten kun je maken. En die zijn vers, die zet je in water. En ja, daar heb je zo lang plezier van, zoals ze het doen. Maar die zijn dan weer niet om te drogen.
Ja, nou ben ik toevallig ook BABS, bijzonder ambtenaar de burgerlijke stand van de gemeente Rotterdam. En ik zie waarmee de bruidjes aankomen met de prachtige boeketten. Soms heel groot of zo mooi, heel klein. Ik kan me ook voorstellen dat, ik zie het hier helemaal gebeuren, desnoods tussen de klaprozen. Prachtig in die witte jurk, tussen de rode klaprozen. Nou, als Rotterdammer, als Feyenoorder of als Spartaan, rood-wit, dan zou dat toch eigenlijk wel wat moeten zijn om hier foto's te maken. Mag dat ook? Jazeker, ja. En jij mag dan ook zeker komen om die mensen hier wellicht te trouwen, Joop. Dat kan dan ook zomaar, of niet? Ja, ik ben weliswaar ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Rotterdam, maar benoemd voor het leven. Ik mag dus overal mag ik dus mensen trouwen, dat klopt. Maar dat gaat dan wel met toestemming in dit geval van de gemeente Voorne aan Zee, want daar zijn we te gast op dit moment. Hoe vind je dat eigenlijk, nu dat we het daar toch over hebben? Voorne aan Zee, voel jij je boer in Voorne aan Zee? Of zeg je nou, mooi die naam, maar laat mij het maar gewoon houden, voor mij laten we het houden wat het was. Nou, ik vind het zeker iets heel goeds. Ik vind het ook een mooie naam. Ik voel mezelf wel boer op Voorne Putten. Ja. Dus ja, daar ben ik enorm trots op. Ja, ja, want anders wordt het zo'n beetje zoals de straten maken op zeeshow. Dan ben je boer op het water in zee of wat dan ook. Ja, sommige dingen die moeten eigenlijk nooit veranderen. Namen mogen veranderen. Maar het blijft toch altijd, wat dat betreft, blijft het gewoon boeren met je handen in de klei. En soms ook met je poten in de modder. Heb je nog iets te vertellen wat ik je niet heb gevraagd? Dan geef je graag de kans om dat stukje nog toe te voegen. Wat ben ik vergeten te vragen, Wouter? Ja, Joop, op jouw vraag van wat zou ik graag nog aan willen vullen aan de vragen die jij mij gesteld hebt. Nou, ik zou vooral willen vertellen, ik vind het ontzettend leuk als hier mensen komen en dat ik ze, en zeker mijn vrouw, ook wat mogen vertellen over de natuur, over de bloemen, maar ook over de andere gewassen die we telen. Ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen het heel niet vanzelfsprekend is hoe dat nou allemaal werkt en zit. En nou, daar wil ik ze heel graag in te woord staan. En ik vind het ook leuk om te mogen vertellen dat het zeker niet vanzelfsprekend is dat er ook zomaar brood op de plank ligt bij iedereen. Het is echt wel bijzonder dat wij het hier goed hebben met elkaar en dat we genoeg te eten hebben, maar dat is wel iets heel bijzonders. En ik vind het heel gaaf om te mogen telen, om boer te mogen zijn en daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen. Nou ja, jullie zijn van harte welkom hier om te komen plukken, wat te komen drinken. En dan wil ik jullie graag van alles vertellen. Nou, hier Vijfwinkel. We mogen even aan de keukentafel zitten met een lekker kopje koffie gehad met een koek erbij. Wat wil je nog meer wat dat betreft? Nou, wat we nog meer willen, de kijkers althans van Botlek TV, is toch nog wel antwoord hebben op een paar vragen. We hebben van je man, van Wouter, hebben we begrepen de maatschap, hoe dat allemaal in zijn werking gaat. Van vader, opa moet ik zeggen, vader of zoon. En wat doet dan een meisje uit Brielen ineens in zo'n maatschap? En voel je je daar ook een onderdeel in? Ja, ik ben er een beetje ingegroeid. Ik ben inmiddels 22 jaar bijna getrouwd met Wouter. En in het begin heb ik alleen maar wat administratief werk gedaan. Totdat een poosje geleden er de vraag kwam van mijn schoonvader van nou, ik wil het overdragen. En toen zei Wouter, ja, maar dat wil ik samen met Nanine doen. Dat ga ik niet alleen doen, dat gaan we samen doen. En in het begin hield dat alleen in dat ik administratieve dingen deed. En ik, nou ja, ik breng een keer eten op het land, maar dat is het dan zo'n beetje. Totdat we 4 jaar geleden de klaprozen zaaiden. En bleek dat mensen daar ontzettend in geïnteresseerd waren. En toen hebben we gedacht het jaar daarop van nou, we willen het wel weer doen, maar dan zorgen we ervoor dat mensen, als ze komen, lekker koffie en thee kunnen drinken bij ons. Dat ze bloemen kunnen plukken, net zoals dat de akkeranden, zeg maar. Dat ze daar, de akkeranden die hebben natuurlijk de bloemen. En op basis daarvan hebben we onze pluktuin, zeg maar, georganiseerd. En ja, dat is echt mijn ding geworden.
Dus ja. Ja, op die manier ben ik wel steeds meer betrokken. En is het ook ja, echt een maatschap in de zin van we doen allebei echt wel een groot aandeel hebben erin. Zeg maar. Ja. Niet alleen maar, niet meer alleen administratief. Nee. Je gaf het al aan, de klaprozen. Ja. Is het nou niet voor de mensen eigenlijk een teleurstelling? Dat als ze hier komen, ze denken, gewoon die Rotterdammers, hè, even een dagje weg naar het strand. Oh, mooi, die klaprozen. Die gaan we plukken, knippen, snoeien. En dan komen ze erachter dat je daar helemaal niets aan hebt. Dat je een paar stengels in je handen houdt en de blaadjes voordat je thuis bent al zijn uitgevallen. Ja. Ja. Hoe gaan ze om met die teleurstelling en wat bied jij ze dan? Ja, nou over het algemeen, het is ook een beetje wisselend met de seizoenen. Dit jaar is het zo dat we hebben eerst de bloei van de klaproos in juni en in juli vervolgens de bloemenpluktuin, waarin ze wel kunnen knippen en een prachtig boeket mee naar huis zou kunnen nemen. Vorig jaar viel het tegelijk en als ze dan bij ons kwamen, dan was het en in de klaprozen prachtige foto's maken en in de pluktuin bloemen knippen. Dus dat, hè, dan was de teleurstelling er niet. Momenteel is het zo dat de klaprozen alleen maar bloeien. En eigenlijk gaat het een beetje viraal op alle social media, merken we. Maar dat is echt onder fotografen. Dus de fotografen die komen hier, die huren het veld af en die gaan daar shoots in doen met mensen, met paarden, met honden, dat. Ik heb gelukkig weinig mensen hoeven teleurstellen tot nu toe, althans dat ik weet. En anders kan ik ze gelukkig uitnodigen voor volgende maand om wel een boeket te komen plukken. Dus, ja. Nou, tot onze grote verbazing zagen wij ook andere kleuren klaprozen. Ik denk dat de meeste kijkers van Botlek TV Link Media hetzelfde idee hebben van nou, klaproos is rood. Maar wij hebben toch lila klaprozen gezien en ik heb net begrepen dat er zelfs witte klaprozen zijn. Ja, klopt. Ja, je hebt echt allerlei soorten. Witte, roze, paarse. En ik heb ze ook in mijn pluktuin staan. Ze zitten dan vooral in de droogbloemenmengsels die we zaaien. Want je kunt het zaadbolletje daarna kun je heel mooi drogen. Een klaproos zelf is, zodra je hem afknipt, laat hij bijna al zijn blaadjes vallen. Die staat maar heel kort. Dat is bij de rode klaproos, maar ook bij die andere kleuren zo. Maar ze zitten dus dan in die droogbloemenmengsels. En wat ze doen, dat doet de klaproos die we nu hebben staan ook. Ze zaaien zichzelf enorm uit. Dus die witte of roze die je hebt zien staan, die zijn stiekem vanuit mijn pluktuin uitgezaaid de andere klaprozen in. En vandaar dat ze ertussen staan. Ja, een soort exoot. En daar moet je niet te veel van hebben, heb ik begrepen. Want nee, anders gaat het overheersen. En dat heeft, gaat weer ten koste natuurlijk van de kwaliteit van het zaad. Ja, ja. Ja, klopt. Ja, ja. Kijkend ook naar zeg maar de mensen die hier komen, maken er ook zelfs, heb ik begrepen van Wouter, een soort middagje, ochtendje uit van. Ja. Hè, met koffie, thee, koek erbij, de hond aaien, zeg ja, maar wat. en jullie zorgen ervoor. Ja, ja, klopt. Je kan ook echt wel ja, een dagje, we hebben tussenmiddag een lekkere tosti. De kaart is niet heel uitgebreid, maar zeker een paar uur kan je hier zoek brengen. De kinderen kunnen lekker in de zandbak en met water spelen. En, nou, ik heb veel moeders met kinderen die hier dan heerlijk op hun gemak een kop koffie gaan zitten drinken met vriendinnen of alleen. En de kinderen vermaken zich en ze hebben even tijd voor zichzelf met die kop koffie of in de pluktuin. Hè, dus je kan echt zeker wel een paar uur zoek brengen. Ja, ja. En je hebt een schitterend huis. Heb je daar allemaal nog tijd voor? Want als je hier komt en denkt, nou, ik doe alleen de administratie. Ja. En dan blijkt dat er nog veel meer van je verwacht wordt. Je zit dan in een maatschap. Hebben jullie wel een eerlijke taakverdeling? Dat jij niet alleen op het land werkt, maar Wouter ook in huis. Hij is er nu toch niet, dus je kan makkelijk zeggen. Oh, dit is wel een hele lastige. Nou, het euvel is, we hebben een akkerbouwbedrijf. En de pluktuin en bloementuin is niet het enige wat we doen. Wouter is in de zomer ontzettend druk met oogsten van de tarwe. Die zit er dan ook. Hij is aan het egaliseren op het land. En door het jaar heen is het voor mij wat rustiger. Maar het is echt topseizoen wat we in de zomer draaien. En met de kinderen thuis is het soms best wel een beetje goochelen. Maar ja, we vinden het allebei gewoon ontzettend leuk om te doen. Dus we doen het. Maar ieder jaar weer zeggen we wel aan het einde, gaan we het volgend jaar weer doen. Want het, ja, het is topsport. Ja, het is topsport. Ja. Het is letterlijk en figuurlijk aanpoten. Daar komt waarschijnlijk ook dat woord vandaan. Ja, precies. Dat kan niet missen. Ja. Okay. Wij gaan nog even het land op. We gaan nog even wat filmen en kijken. Ja. Hartelijk dank voor de koffie. Alsjeblieft. Ik kan wel zeggen, als u hier komt en je krijgt dezelfde koffie, toppie.